Zo, hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Mijn Feyenoord Carrière. In deze aflevering gaan we weer drie wedstrijden spelen, waaronder een Champions League wedstrijd tegen Villarreal. En als laatste in de arena de topper tegen Ajax. Daarvoor gaan we nog tegen Groningen spelen. Dus het zijn drie hele interessante wedstrijden, want er komen nieuwe spelers aan bod. Zoals jullie in de vorige aflevering hebben kunnen zien, hebben we nieuwe spelers gehaald. Onder andere dus Bradley, Pickford, nieuwe keeper en natuurlijk enige echte wereldster Iniesta is naar Rotterdam gekomen. Ik ben echt zo benieuwd hoe hij het gaat doen. En jullie gaan dat in deze aflevering zien. Want zowel Champions League tegen Villarreal als tegen Ajax gaat hij spelen. Ja, tegen Villarreal komt hij naar Nederland toe omdat hij daar graag wilde spelen. En dan kan hij alsnog tegen Villarreal gaan lopen ballen. Maar goed, het is maar één wedstrijdje. Dus ja, dat komt allemaal goed. Die kan je het zien. Dus eerst tegen Groningen, dan Villarreal, dan Ajax. We zitten tevens ook nog bij Kopenhagen en bij Schalke in de pool voor de Champions League. Dus dat moet zeker te doen zijn om die pool door te komen. Zeker als je al twee keer achter elkaar de Champions League hebt gewonnen. Natuurlijk ben je toch wel lichtelijk favoriet, denk ik zo. Hier de opstelling van Groningen met Pat, Traoré rechtsachter, ken ik niet, Reinen, Te Wierik, Asalem, nooit van gehoord, Atuna, Bakuna, Jensen, Kim Jong-un, uiteraard Veldwijk en Mahi. Daar wel een aantal aankopen, dus dat is wel weer leuk. Dan, wij gaan met ons B-elftal hier ten strijde met Bijlo, Nieuwkoop, Upamecano, Piri, Malaysia, Bradley dus, Nieuweman, Fellaini, Fransson, Schrijvers, Adama en Simon. Jongens, ik speelde nu dus geen wedstrijden meer met vleugelspelers. Dat deed ik hiervoor wel. Maar ja, Boetius is natuurlijk verkocht. Dus ik had geen linksbuiten meer. En hier een hele goede kans voor Simon. Maar die gaat helaas op de lat. Dan hier ook Simon met Adama. Dat is het nieuwe spitsenduo die het moet gaan doen. En ze hebben nog geen geluk. Want Adama schiet op de paal. Dus we hebben de lat en de paal beiden al geraakt. En dat is jammer. Hier zou Bijlo moeten in actie komen op een redelijk slap schot. En gelukkig heeft hij die dan. Hier Adama weer in de aanval. Met een gelukje de bal bij Fransson. Fransson kan de 16 binnen schiet. En die gaat ook echt maar net naast. En zo blijft het 0-0 in de Euroborg. En hier dan weer een goede kans voor Groningen. Bijlo moet in actie komen. En die bal gaat er uiteindelijk gelukkig voor ons niet in. Dan Bradley hier een goede bal op Simon. Simon op Adama. Dit moet hem dan worden. Adama, maar Sergio Pat met een goede reflex. En die houdt die bal eruit. En zo blijft het dus nog steeds 0-0. Het is tweede helft al. Hè? Dat hadden jullie alvast gezien. Adama hier dan met een goede actie. En het is eindelijk 1-0. Er is bijna een uur gespeeld. En dit voelde toch wel als een redelijke bevrijding. Want Groningen speelde erg sterk. Was erg stug. Kwamen er bijna niet doorheen in de keren dat we er doorheen kwamen. Ja, ronden we het niet af. Eerst op de lat, toen op de paal, toen Sergio Pat. Ja, dat viel allemaal niet mee. Maar goed, hij zit er uiteindelijk in. En we gaan gewoon door. Hier Adama weer. Aan de zijkant is natuurlijk snel. Simon helemaal vrij wordt gevonden. En die kan de 2-0 binnenschieten. En dat is nog maar net een paar minuutjes na de eerste treffer. En zo delen we toch een flinke klap uit in een paar minuten tijd aan Groningen. En zo komen wij dus op een comfortabele voorsprong van 2-0. Hiro Adama aan de basis. Eerst dus al een goal, nu een assist. Dus die is goed bezig daar. Hij is eigenlijk rechtshalf. Ik gebruikte hem natuurlijk als rechtsbuiten en nu dus als spits. Dus het is even afwachten hoe hij dat gaat invullen. Maar tot nu toe gaat het dus gewoon hartstikke lekker. Hier een kopbal van volgens mij Veldwijk en Bijlo weer met een goede redding. Dan Adama, Simon. Simon Hiro, ja, die raakt die bal kwijt, een beetje klungelig. En Veldwijk hier, ja, het lijkt allemaal buitenspel, maar Piri lag daar nog op de grond. En Bijlo redt die bal gelukkig. Anders had het zomaar een aansluitingstreffer van Groningen kunnen zijn. Hier Groningen weer in de aanval en weer een hele goede redding van Bijlo. Die man stond lekker te keepen daar, oh, houdt zijn doel schoon, houdt ons op de been. Want het was toch een vrij lastige middag daar. En Bradley hier dan nog met het slotakkoord, maar die schiet hij net over. Dus geen goal voor hem. Maar goed, hij is de verdedigende middenvelder. Hij kan hem hier één plaatsje ervoor uitgeschoven, want ja, Schrijvers, die was nee, even kijken, Adama was moe, dus die hadden we eruit gehaald. Gomez erin, Congolo erin. Ja, je zag het allemaal. Wisselen we wat van posities en zo hebben we de wedstrijd uitgespeeld. En in ieder geval 0-2 gewonnen. En dan gaan we door naar de Champions League wedstrijd thuis tegen Villarreal. Jawel, jawel. Dat wordt lekker, want we spelen natuurlijk met onze sterkste opstelling.
En dat is met Pickford in de goal, dus nieuwe keeper Bustos, Sint-Juste, Hoogma en Haps, Ayoub en dan Iniesta op het middenveld, Barco daarnaast, Toornstra, Villalba en Lozano. Het goddelijke, dodelijke spitsenduo van vorig jaar is in stand gehouden. Er is geen enkel bot op hun gekomen. Dat viel me eigenlijk wel. Ja, het is natuurlijk fijn dat je ze houdt, maar het viel me wel tegen. Ik had toch wel verwacht dat een Barcelona, of weet ik veel wie, zou aankloppen voor die spelers. Is niet gebeurd. Dan zien we hier Congolo onder andere, Terence Congolo. Oud-Feyenoord natuurlijk linksachter staan bij Villarreal. En dan Unal stond nog in de spits. Oud-Twente spits natuurlijk. Dan hier Iniesta met zijn eerste actie. En het is gelijk een schot. Maar die gaat helaas over. Geen goal voor hem helaas. Goed, we gaan verder. Toornstra hier op Villalba. Villalba met een schot. Maar Asenjo kan die makkelijk pakken. Dan wordt het wel een vrije trap. Want Villalba werd daar uiteindelijk geraakt. Gaan er drie man. En waaronder Iniesta achter de bal staan. Iniesta gaat lopen. Die gaat lopen. Hij schiet niet. Hij gaat lopen. Krijgt hier een hele goede kans en die schiet hij op de paal. En dat is toch zonde. Het had toch wat geweest dat hij in zijn eerste wedstrijd gelijk al een goal had kunnen maken. Ja, en dan vraag je je natuurlijk af, die 35-jarige speler, houdt hij het allemaal nog wel vol? Nou ja, qua conditie is het natuurlijk niet heel fantastisch. Hij zal bijna elke wedstrijd natuurlijk wel gewisseld moeten worden. Maar goed, dat had ik een beetje ingecalculeerd. Kan Gomez ook zijn minuten zeker gaan maken. Maar ja, kan hij het niveau nog aan? We gaan het zien in deze aflevering. Helaas schoot hij net dus op de paal. Ondertussen weer een paar kansen, maar nog geen goals. Dan Toornstra hier op Villalba. Villalba met wat ruimte. Kap naar binnen. Goede paas op Lozano. En het is eindelijk 1-0. Jongens, we zitten al in de 83ste minuut. En Villalba met de assist en Lozano met de goal. Ze vinden elkaar weer hartstikke lekker. En hoppatee, het is 1-0. Ze vinden elkaar weer hartstikke lekker. Dat is echt een hele foute zin. Maar ze vinden elkaar op het veld. En dat vind ik hartstikke lekker. Ik leg het even beter uit. Geen mannenpap in de kleedkamer, hè? Dat weten jullie. Alleen bij Sander in de huiskamer. Maar goed, Barco hier dan nog met een schot. Maar helaas geen goal. Jongens, even het dingetje over Sander. Ja, die man die zet comments onder bij video's, jongen, over Villalba. Hij komt blijkbaar elke keer als er een video uitkomt, komt hij weer klaar op Villalba. Ik vind het een raar verhaal, maar goed, ik moest het toch nog even zeggen. Hij is wel man of the match geworden door zijn assist, natuurlijk. Villarreal was erg zwak, verdedigend goed, maar aanvallend brachten ze niks. Dan gaan we gelijk door naar de arena, naar het stadion van Ajax, waar we tegen Ajax de klassieker gaan spelen. Van Leer in goal, Orealu of zoiets, ja, Viergever, De Ligt en Dankerlui. Dan hebben we De Jong, Van de Beek, Ziyech, Neres, Kubo als spits en Fabio of zo heet hij links buiten. Wij spelen weer met dezelfde zelf als de vorige wedstrijd tegen Villarreal. Dus Pickford, Bustos, Sint-Juste, Hoogma, Haps, Ayoub, Iniesta, Barco, Toornstra, Villalba en Lozano. En ja, tegen Groningen ging het al niet echt heel erg lekker. Tegen Villarreal was het lastig. Dus ja, dan ga je toch niet heel lekker zo'n wedstrijd tegen Ajax in. En zeker niet uit. Maar goed, we moeten hem spelen en we gaan hem ook gewoon spelen. En we gaan hem uiteraard natuurlijk ook gewoon winnen, jongens. Kom op, zeg. Maar hier Ajax wel in de aanval met Kubo. En die schiet hem maar net voor langs. En zo blijft het gelukkig 0-0. Dan Toornstra hier. Heeft inmiddels al gele kaart. Maakt niet uit. Iniesta hier met een fantastische paas op Lozano. Lozano 1-1. En het is natuurlijk een goal van onze eigen Irving Lozano. Hij scoort gewoon weer. Nou, een prachtige paas van Iniesta. Dat kan hij zeker nog wel, hoor. Die paasjes geven. Kijk eens hier. Past precies. Verdedigen kan er net niet bij. En Lozano wel. En die maakt hem natuurlijk af. Wat een heerlijke paas. En dit is dus waarom ik Iniesta heb gehaald. Vanwege dit soort heerlijke paasjes. Maar goed, we gaan gewoon verder. Hier, Lozano weer aan de bal. Gaat de 16 binnen. Kapt. Gaat schieten. En het is 0-2. Hoppatee. En zo hebben we net iets meer dan een kwartier gespeeld. En we staan al met 0-2 voor in de arena. Goede actie van Lozano. Is natuurlijk snel. Kapt naar binnen. Er staat drie man te kijken. Ze doen helemaal geen fuck. De hoe heet die van Leer, die ligt daar maar een beetje. Kan er niet bij. En het is 0-2. Dan hier weer een aanval. En hier is het weer Barco op Lozano. Lozano gaat die weer scoren. Jawel, jawel, jawel. Van Leer kan er weer niet bij. En het is 0-3. Lozano ligt er op de grond. Pleur op Ajax-verdediger. Ga van me af. En hij gaat toch nog even een klein feestje vieren. Hij houdt het wel bescheiden, maar hij scoort wel gewoon een hattrick. Jawel, binnen 25 minuten scoort ons Mexicaantje gewoon een hattrick in de arena. Het is ongekend, jongens. Hier, Barco legt hem goed af. En Lozano met zijn links in de verre hoek. Van Leer zit er nog wel aan, maar kan hem niet stoppen.
En zo is het zijn vierde goal in de Eredivisie dit seizoen. Maar goed, het is ook pas de derde of vierde wedstrijd. Dan Lozano hier weer met een actie op Villalba. Villalba schiet en die gaat maar net voor lang. Zonde. Hij had kunnen scoren, maar dat doet hij niet helaas. Dan gaan we hier naar Ajax met De Jong. Met een hele rare paas. Maar goed, hij komt wel aan bij Dankerlui. Dankerlui op Fabio Martins. Martins met wat ruimte. En die gaat schieten. En hij gaat er gewoon in. Het is 1-3. En Pickford, je ziet er daar volgens mij niet zo heel erg lekker uit. Want die had je toch best kunnen hebben volgens mij. We gaan hier nog een keer naar de herhaling kijken. Het schot is niet hard, maar ja, wel zuiver in de hoek. Dat dan weer wel. Maar kijk hier nog eens een keer. Gelukkig krijgen we nog een herhaling uit een betere hoek. Pickford hier ook wacht heel erg lang. En uiteindelijk, ja, doet hij niet veel. Hij had toch gewoon gestrekt kunnen gaan naar de hoek. Had hij hem gewoon gehad. Maar ja, het zal vast de reden zijn waarom hij dat niet doet. Geen idee. Maar het is 1-3. Maar hier een prachtige actie van Lozano. Onderkant lat vliegt die bal erin. Het is zijn vierde goal in één helft. Het is echt ongekend met die man. Maar hij scoort hem wel. En hij gaat gewoon staan debben daar. Ja, ik zou het ook doen. Waarom ook niet? Als je vier keer in één helft in de arena scoort, dan mag je doen wat je wil. Hier ook. Goede actie. Kijk eens even op. Verdedigers het bos in. Vrij op te schieten en onderkant lat valt die bal erin en het is 1-4. Hoppatee, dan gaan we naar de tweede helft met Villalba hierop. Lozano kapt zijn man uit, gaat schieten en jawel, zelfs nummer 5 vliegt er gewoon in. Villalba scoorde vorige keer al 4 keer in één wedstrijd tegen AZ. Lozano overtreft hem door gewoon 5 keer in de arena te scoren. Jongens, ik kan het niet genoeg zeggen. 5 keer scoren in de arena, dat doet toch helemaal niemand. Maar Lozano doet het gewoon hier ook. Verdedigen ze weer het bos in. Mooi geschoten. Van Leer kan er niet bij. Ja, geen idee of hij hem had kunnen hebben. Maar goed, hij heeft hem niet. Dat is het allerbelangrijkste. Dan Villalba hier op Lozano. Gaat hij dan ook nog een zesde scoren? Hij houdt even in. Alle vrijheid. Maar hij schiet recht op Van Leer af. En zo is het geen zesde goal voor Feyenoord. Geen zesde goal voor Lozano. En dat is jammer. Dan Ajax met een spaarzame aanval. Hiero met Van de Beek met een schot. Maar Pickford houdt die bal eruit. Dan Lozano hiero. Lozano op Ayoub. Ayoub op Lozano. Lozano op Gomez. Inmiddels ingevallen. Gomez met een goede bal op Bustos. Bustos moet hier scoren. Maar die bal die rolt net voor langs. En zo is het steeds geen 1-6. Dan Schrijvers hier inmiddels ingevallen. Weer voor Gomez. Gomez was geblesseerd geraakt. Goede bal op Villalba. En jawel, hij scoort gewoon. Het is een spetterend einde. Zeker in een huiskamer in Rotterdam. En hij scoort toch gewoon weer. Het was even lastig, maar hij scoort wel gewoon weer deze aflevering. Gelukkig maar, anders wordt er iemand heel erg vreugd, denk ik maar. Het is goed geschoten. Hij schiet hem lekker binnen in het kruis. Hoppatee, Verleer kansloos. Het was ook een heerlijke paas trouwens hoor van Schrijvers. Er is helemaal niks mis mee. Zijn zesde goal in de Eredivisie. En we staan met 1-6 voor. Dat is misschien wel het belangrijkste. Pickford hier dan nog met een redding in de korte hoek. Doet hij goed. Dan gaan we hier dan nog een zevende goal maken. Villalba, kom op jongen, schiet hem erin. Nee. Die schiet hij net aan mis. En dat is jammer. Maar goed, 1-6 is toch wel gewoon echt een heerlijke uitslag hoor. Als je in de klassieker met 1-6 kan winnen. Einde van de wedstrijd. Ja, terecht gewonnen. Als je veel meer kansen creëert dan je tegenstander balbezit. Ja, was op en erbij gelijk. Ajax had iets meer balbezit. Maar goed, ik speel niet echt op balbezit. Ik speel gewoon snel naar voren en probeer zo snel mogelijk kansen te creëren. Balbezit zal mijn zorg zijn. Dan komen we aan het einde van deze aflevering. We gaan hier nog eens even trainen. Kunnen jullie zien wie ik dan allemaal train? Ik zat heel even te twijfelen, want Gomez is geblesseerd geraakt. Dus die kan je niet trainen. Gelukkig maar 5 dagen, dus dat valt mee. Die kan de volgende wedstrijd gewoon weer lekker op de bank zitten. Ga ik vanuit. Gaan we Barco maar trainen, want die is nog vrij jong en heeft de potentie van 90. Dus die gaan we gewoon lekker trainen. Jongens, we komen een beetje aan het einde van de aflevering. Druk nog even op like als je dat niet gedaan hebt. Zou ik enorm waarderen als je dat wil doen. Ben je nieuw op het kanaal, abonneer dan zeker. Ik zou het ook fijn vinden als je dit nog steeds ziet als je nieuw bent. Dat je niet alvast weggeklikt hebt. Maar goed, doe dat dan even. Hebben jullie nog suggesties of dingen die je wil melden? Laat het in de comments weten. Ik reageer als het goed is overal op. Ik doe mijn best in ieder geval. En ik wil jullie bedanken nu voor het kijken. Het zit erop. Heb een hele fijne dag verder. Doe allemaal leuke dingen en hou het netjes. En tot de volgende keer. Later!